Dit is Hoofddorp, midden in de Haarlemmermeer. Het is een voor Nederlandse begrippen moderne plaats. En deze nieuwbouwwijk hier zal ongetwijfeld prettig wonen. Maar ziet er op het eerste gezicht niet uit als een historische schat. Toch is er een connectie met de geschiedenis en die zit in de namen van de straten. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag jij even wat vragen? Ja, natuurlijk. We staan hier in Hoofddorp. Woon jij hier in de straat toevallig? Ja, ik woon hier verderop op Landleeuw. Ja, Landleeuw heet het hier, hè? Ja. Weet je waarom dat zo heet eigenlijk? Want een leeuw is toch al een landdier? Ja, klopt. Nee, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. U woont al een tijdje hier in Hoofddorp? Ja, waarom? We wonen hier ruim een jaar. En op de Landleeuw, enig idee wat dat betekent? Nee, dat weet ik helemaal niet. Heeft u het wel eens gevraagd aan de buren? Nee, niet. Zou u het willen weten? Ik zou het heel graag willen weten. Ik zou het best willen weten, ja. Ja. Zullen we het eens gaan uitleggen? Prima, ja hoor. Is goed. Heel benieuwd. Om dat uit te kunnen leggen, nemen we meteen een duik in de natte en de droge geschiedenis van de Haarlemmermeer. De Haarlemmermeer is een grote polder die ligt in de driehoek Amsterdam-Haarlem-Leiden. Het is één van de grootste gemeentes van Nederland en heeft ook een gigantisch economisch belang. Schiphol ligt er bijvoorbeeld in. Maar zo is het natuurlijk niet altijd geweest. De Haarlemmermeer bestond eeuwenlang uit een zich steeds maar uitbreidend water. Kleine meren die het land om zich heen langzaam opvraten en aan elkaar groeiden. En dat water vormde uiteindelijk een grote bedreiging. Kun je nog goed zien als je een oude kaart pakt. In het depot van het Noord-Holland Archief hebben ze een prachtig exemplaar uit 1608. We hebben hier dus de contouren van de Haarlemmermeer. Hier de Kagermeer, Spieringmeer, Stommeer, om even zo een beetje te oriënteren. Hier hebben we de zogenaamde Ruigenhoek bij Aalsmeer. En het grote gevaar was dat gedeelte hier aan de oostkant zich zou verenigen met al die verveende gebieden die hier achter lagen. Dat zien we hier nog niet zo goed, maar in feite was wat hier lag was meer water dan land. Dus had je een heel groot risico dat het als dat één grote aansluiten... doorbraak zou zijn waarbij in Holland en Utrecht één gigantische waterplas zou ontstaan. Dit is eigenlijk de oudste kaart die Noord-Holland in zijn authentieke situatie weergeeft. Hij is in 1575 gemaakt door Joost Janszoon Beeldsnijder in opdracht van de Spanjaarden van Alva. En van die oorspronkelijke versie uit 1575 is eigenlijk geen exemplaar bekend. En het leuke is dat hij op precies dezelfde manier in 1608 nog een keer uitgegeven is. In de 17e eeuw werd de ene na de andere waterplas in Noord-Holland drooggemalen. En ook voor het grote en diepe Haarlemmermeer werden plannen opgesteld. Bijvoorbeeld deze van Jacob Bartelszoon Verus. Hij moest er wel rekening mee houden dat lang niet iedereen van dat droogmalen gediend was. Wat er ook in deze kaart verstopt zit, dat is een heel politiek verhaal. Hij vertegenwoordigde de landeigenaren om het gebied heen. Hè, die voortdurend hun land zagen afslaan door die golfvorming van de Haarlemmermeer. Maar hij had ook te maken met andere partijen die helemaal de boel niet wilden droogleggen. En dat waren bijvoorbeeld degenen die belang hadden bij de scheepvaart. Ook de beroemde molenbouwer en kaartenmaker Jan Adriaanszoon Leegwater wierp zich in de strijd om de droogmaking. Hij had ervaring met de ontwatering van bijvoorbeeld de Beemster. Om hun plannen te verkopen zetten de kaartenmakers alles in. Zo plaatste Verus een gedicht van de beroemde dichter Vondel bij zijn kaart. En daarin werd het Haarlemmermeer aangeduid als een allesverslindend monster, de waterwolf. De Hollanders, oftewel de landleeuw, moesten deze veelvraat bedwingen. Nee, dat was geen ongebruikelijk trekje om in dit soort gevallen ook andere mensen in stelling te brengen. En Vondel was natuurlijk een grote naam. Dus als je die een gedicht op je kaart kon laten zetten, dan had je wel wat te vertellen. Hetzelfde, Vondel heeft ook in de eerste grote Atlas van Blauw heeft hij een gedicht geschreven. En dat gebruikte Blauw weer als propaganda om zijn atlas aan de man te brengen. En zo was dat hier ook het geval. Maar het lukte nog Leegwater, nog Verus, nog Vondel om de machthebbers ervan te overtuigen dat de Haarlemmermeer droog moest.
De steden rondom het meer verdienden simpelweg te veel aan onder meer tolheffingen en visvangst. En zo kon de waterwolf nog 2 eeuwen zijn gang gaan ten koste van hele dorpen die in de buurt lagen. In de 19e eeuw kwam het er dan toch van. Koning Willem I zag in dat het water nu toch wel angstig dicht bij Amsterdam in de buurt kwam en besloot tot uitvoering van een nieuw plan van baron van Leinden van Hemmen. Daarin geen watermolens, maar de voor die tijd nieuwste techniek. Op de achtergrond hoor je zo nu en dan het geboor van de restauratie. Maar dat past ook wel een beetje in deze sfeer, want dit is echt heel industrieel natuurlijk. De grootste stoommachine ter wereld, geloof ik. Dit is heel industrieel en ja, inderdaad, dit is de grootste stoommachine in de wereld. Hij is gebouwd rond 1850 en er zijn er 3 van gebouwd. En die stonden alle 3 rond de Haarlemmermeer. En dit is de enige overgebleven nog. De rest is al jaren geleden naar de schroothoop verdwenen. Hoe werkt het? Het werkt met stoom. Vanuit de stoomketels kwam de stoom via een buis onder in de machine, hier diep onder de vloer. En dan drukte die stoom, drukte dit zware gewicht, drukte die omhoog. De stoom dreef het gewicht aan, het gewicht de octopusarmen. En als de krukjes in bedrijf is, dan ziet dat er dus zo uit. Iets verderop in het museum kun je nog zien hoe het water nou precies naar boven wordt getild. Nou, dit is het water van de polder en dit is het niveau van de ringvaart. En als die naar beneden gaat, dan zakt die als het ware door het water heen en dat wordt tegengehouden door deze klep, de voetklep. En als die dan beneden is, door het water heen gezakt, dan gaan deze kleppen dicht. Er zitten klepjes en die gaan dicht als hij omhoog gaat. Dan kunnen ze niet meer open. Ja, en als hij omhoog gaat, dan tilt hij het water op dat bovenop die klep staat. En dat komt hier terecht. En tegelijkertijd ontstaat onder die zuiger een vacuüm. En dan wordt water vanuit de polder, wordt de pomp ingezogen. Na 3 jaar en 3 maanden was de klus geklaard en was het land droog. Of nou ja, droog, er moest nog wel heel wat gebeuren. In Hoofddorp wonen de broers Jan en Cor Wies en zij zijn zo'n fan van hun eigen woonplaats dat ze nooit verder zijn verhuisd dan 100 meter van het huis van hun moeder. Hun liefde voor de streek leidde tot een verzameling historische documenten die een mooi beeld geven van de situatie van het Haarlemmermeer toen het net was drooggemalen. Zo hebben ze het verhaal in bezit van een vrouw, Nina, uit Haarlem, die met haar vriendin en 3 kinderen probeert over te steken van haar zomerhuis in Sloten naar haar woonplaats Haarlem. Ze blijkt later de eerste vrouw ooit te zijn die dat heeft aangedurfd. Ze loopt met de kinderen nog vrolijk en met bloemetjes te plukken en dat schiet allemaal lekker op. En het is een zomerdag ook, dus dan gaat het ook nog allemaal voortvarend, moet ik zeggen. Pas Naar een uur of 4, 5 lopen, dan slaat de vermoeidheid ook wel toe. Al snel blijkt de tocht veel gevaarlijker dan verwacht. Het land is nog helemaal niet bewerkt en vooral na een stortbui wordt het onbegaanbaar. We worden ze al gewaarschuwd van ga maar terug, maar ze gaan toch door. Nog een beetje eigenwijs ook. Zo. En dat bleek dan verderop ook. Verderop werd het echt een moerassige bende. En dan kom je ook een stel werkers tegen en dan krijg je zo'n plaatje als dit. Dus ook weer 50 jaar later. Maar dit zijn dan het soort kerels in omstandigheden waar ze daar, zoals ze daar aan het werk waren. En ze konden ook nauwelijks weer verder. Want het was één grote bende en blubber, sorry. Dat schrijven ze dan ook wel leuk eigenlijk hoor. Want dan schrijven ze ook van, als wij de weg naar een onderaardse rijk hadden gevraagd, dan hadden ze misschien minder verbaasd aangekeken als nu. Dus gewoon het feit alleen al tot die mensen die zien daar ook. 2 dames met 3 kinderen en die vragen de weg naar Haarlem midden in die polder. Dus dat zegt ze ook, want ze keken heel verbaasd. En je moet het ook niet vergeten dat er nog malaria en cholera. En dat waren toch allemaal wel echt serieuze ziektes waar je rekening mee moest houden. Malaria in de polder? Ja, juist omdat het een droogmaking was. Die hebben een sterfteatlas in 1866 uitgegeven. En daar is dan een onderzoek gedaan van de laatste 15 jaar van ongezonde gebieden in Nederland. En dan kwam de Haarlemmermeer als een van de slechtste gebieden van Nederland uit.
toen de tijd in het begin. Mag nog blij zijn dat ze het heeft overleefd, als ik het zo daarom vind. Juist. Ze was er trots op dat ze, tot, zij kon nou vertellen dat ze de eerste vrouwen waren die de Haarlemmermeer doorlopen waren naar Haarlem toe. Dus dat, daar was ze toch wel trots op achteraf gezien. Verdient een standbeeld eigenlijk, hè? Hier in het dorp. Nou, eigenlijk wel. Het is ook jammer dat ze alleen maar teken met de naam Nina. Dus ja, wie het nou precies geweest is, en haar naam is voor de rest onbekend. Je hebt wel van die onbekende soldaat dingen. Dan moeten de onbekende... Zoiets, ja. De onbekende Nina, de wandelaarster die door de Haarlemmermeer heen ploetert. De vrouw weet uiteindelijk bij nacht en ontij Haarlem te bereiken. De waterwolf was dus wel bedwongen, maar water was er nog altijd in overvloed. In het Historisch Museum Haarlemmermeer kun je zien waar het uiteindelijk allemaal naartoe moest. Een hoger gelegen, tientallen kilometers lange ringvaart die met de hand gegraven is. Uit heel Nederland zijn deze polderjongens aangetrokken om eigenlijk de ringvaart te gaan graven. In 1840 pakten ze dus de schep in de hand en 8 jaar later waren ze klaar. 8 jaar hebben ze erover gedaan. Ja, en het was een erbarmelijk leven. Ja, want ik zie daarnaast zie ik de villa's die ze betrokken. Deze hutjes inderdaad van wilgetenen en stukken klei ertussen. Ja, dat is dus waar ze in woonden. Ze woonden in de buurt dus van de plek waar ze aan het graven waren. En op het moment dat ze dus een stuk gegraven hadden, braken ze het hutje af, ze brandden het af. Behalve de deur, die namen ze mee op hun schouders en dan liepen ze weer een stuk verder om daar weer ter plekke het hutje op te bouwen. Oh, dus de deur die ging mee naar het volgende hutje toe? Die was heel waardevol, inderdaad. Toen ze daarmee klaar waren, wat is er toen met het land gebeurd? Mochten ze daar zelf ook op gaan wonen? Nou, eigenlijk niet. Ze moesten, de polderjongens moesten eigenlijk nou ja, zo snel als het maar konden oprotten, zullen we maar even zeggen. Wegwezen, want Schorriemorrie wilden ze niet in deze polder hebben. Oh, dus ze waren goed genoeg om het te graven, maar daarna moest het wel ophouden, het verhaal. Inderdaad. Het land moest duur verkocht worden, want het moest als landbouwgrond gebruikt worden. Langzaam kon het land in de polder worden ingericht. In eerste instantie kwamen er 2 belangrijke kernen. Kruisdorp, nu Hoofddorp en Nieuw-Vennep. En om die dorpen heen moest dat hele kostbare project dan terugverdiend worden. Rijke investeerders kochten percelen en verpachten ze dan weer aan boeren uit heel Nederland. En wat nu zo grappig is aan de Haarlemmermeer is dat die boeren hun eigen stijl boerderijen meenamen. Ja, uw eigen museum is eigenlijk al een voorbeeld van zo'n exotische boerderij, hè? Want waar komt deze vandaan? Deze boerderij komt als het ware uit Limburg, zullen we het zo maar zeggen. Limburgse bouwstijl. Ja, inderdaad. En die Limburgse bouwstijl kenmerkt zich doordat het een patio heeft, dus een open binnenplaats. Dus hier zijn Limburgers ingetrokken. Die dachten, nou, we gaan ons nog niet aanpassen aan de westerse mores. Ze namen hun eigen bouwstijl mee. Ze waren er trots op. En eigenlijk is het ook iets om heel trots op te zijn. Zo zijn er heel wat provincies vertegenwoordigd in het nieuwe land. Uit welke provincie kwamen de pioniers die zich hier hebben gevestigd? Overijssel. We zien dus hier een type boerderij zoals mensen uit Overijssel die ook herkennen. En dat is dus door een langgevelboerderij. Dan heb je het woonhuis aan de voorkant en de schuur aan de achterkant. Alles onder 1 dak. Ja, er is ook een nieuwe schuur bijgebouwd en daar zijn ze nog druk met de aardappels bezig. Maar dat gaat wat beter dan met het huis, geloof ik. Want dat ziet er een beetje aftans uit. Niet meer bewoonbaar, hè? Maar het is wel iets om vast te blijven houden. Provincie nummer 3. Groningen. Dit is een Groningse borg, zoals de Groningse herenboeren het kennen. En vlakbij Nieuw-Vennep staat nog een boerderij die niet zozeer interessant is vanwege zijn bouwstijl, maar wel vanwege zijn naam, Vondels Landleeuw. Deze boerderij heeft naam gekregen door J.P. Heijen. En Heijen was de bedenker van liedjes als Zie de maan schijn door de bomen en De zilvervloot. En hij heeft aan een aantal boerderijen hier in de polder naam gegeven. En dus ook deze hier, Vondels Landleeuw. En daarmee erkent hij ook natuurlijk eigenlijk het belang van de overwinning van de landleeuw op de waterwolf. Ja, zo is het verhaal weer rond. Precies. Zo. Nu weet u dus waarom die straten in Hoofddorp Landleeuw en Waterwolf heten. En wat voor gigantisch project het is geweest om de Haarlemmermeer helemaal droog te krijgen.
Maar er is nog veel meer te vertellen over de Haarlemmermeer. Als u bijvoorbeeld een smartphone heeft, richt die dan eens op het QR-bordje bij Museum de Krukius. Dan komt er een wereld aan informatie naar boven via de website van Oneindig Noord-Holland. Wilt u meer zien of zelf iets bijdragen? Kijk dan op www.oneindignoordholland.nl.